en leuk dat je kijkt naar een nieuwe vlog. Video! Ja. Dit is een vakantievlog. Weet je waar we zijn? Bij Limburg. Ja, wat goed. We zitten in Valkenburg en we hebben een huisje. Ja. En ik ben met Tamara. En wij nemen jullie mee. En André is de barbecue. En André is de barbecue, meneer. Wij gaan barbecuen. Het ruikt wel lekker. Ja, het vlees ligt er nog niet op. Nou, wat je nou ruikt is mijn vlees. En een ijsje. McFlurry. Misschien kan ik zo meteen alvast zien welke smaak ze hebben. Wat? Ze hebben McFlurry Fudge and Brownie. Fudge? Red Fruit Merengue. Oreo. M&M's. We hebben de verkeerde rij. Ik kan nog naar achter. Ja, doe het. Nee. Joh. Jawel, want anders moet je twee auto's wachten. Het gaat natuurlijk helemaal nergens over. Ja, maar dan gaat die in één keer naar voren. Wacht, nee. Er zit niks achter je. Ja, Betty, dan gaat die naar voren. Ja, ja dat. Dat zei ik ook al. Caramel Zees, ja. Ja. Die wil ik. Let op, en dan heeft die één dingetje en dan had ik daar moeten blijven staan. Ja. Oh, nee. Goede keuze gemaakt. Goedenavond, Dak. Nou, niet doen. Niet doen. Hi, ik wil een sundae ijsje met chocola. Een McFlurry caramel zeezout. Die hebben we niet meer. Dus ik wist dat voor de fudge brownie. Oh, doe die maar dan. Oké, okay, dan de fudge brownie. Wilt u ook een caramel topping? Wat is dat? Nou? Ja, dat is de wedstrijd. Ja, volgens mij is het wel een voetbalwedstrijd. Ja, dan vind ik het nog rustig. En daar is gescoord door niemand minder dan Charlotte. Die heeft een zeer mooi sundae ijsje met chocoladetopping voor de rechtsachter. Voor rechtsvoor is het een caramel fudge brownie geworden, want de origineel was verdwenen. Maar wel met een zeer mooi toppingje van caramel. Linksvoor Oreo aardbeien topping en ja, wat een fantastisch schot. Ze gaat hem bijna afrekenen. Ja, ze hebben een doelpuntje hoor. Goedemorgen! Wij gaan naar het Drielandenpunt. Sven heeft net zijn rijbewijs. Voor degene die mij niet op Insta volgen. Hij heeft net zijn rijbewijs gehaald. En hij gaat nu in de automaat van zijn ouders rijden. En wij gaan samen K3 luisteren! We zijn bijna bij het Drielandenpunt. En nu gaan we... Maar hoe heet dit dan? Lift. Nee, dit heet toch iets van de Wilhelmina-toren? Gewoon naar de eerste. Ik hou hier echt niet van. Mag ik nou springen? Nee! Ik wel. Bob, ik wil op een foto. Nee, wel los. Waarom doen we dit? Oh nee, ik heb het echt ijskoud. Oh nee, ik vind het echt heel hoog. Nee, het waait echt heel hard hier. Ik durf dit niet. Dus ik ga naar beneden. Is Charlotte, hè? Ja? Is niks voor mama. We zijn bij dat Drielandenpunt. En er staat echt een rij. Dat gaat helemaal nergens over, hè? Het is wel een rij. Nee, er staat niet eens een rij. Kijk dan, er staan hartstikke veel mensen. Ik ben gewoon enthousiast meer dat wij komen. Ik ga er echt niet staan. Oeh, wij zijn in België. Ze zeggen niet eens wat. Nee, dat kan. Kijk, wij hebben net hier met z'n allen de vlog die we tot nu toe hebben al bekeken. Nou, wat maakt het nou uit? Nee, lekker onder een dekentje. En... Vaak was al leeg gehaald? Nee.
Oh, misschien kan Tamara de vaatwasser uitruimen. Oh ja, dat is leuk. Dat is leuk. Ik ga het slot uit filmen. Ja, ben moe. Ja, maar ga het slot uit filmen, dan helpt je wel. Nee, ik ga niet. Dus jullie het nou met z'n tweeën doen? Nee. En daarna gewoon even ik wil even zitten. Jij zit je zit al de hele tijd. Maar we hebben dus net de vlog gekeken die ik tot nu toe heb. En thuis ben zit je de hele tijd al. Waar heb jij het over? Wat heb je de afgelopen 2,5 uur gedaan? Steef je trouwens aan de mier. Editen. Kaas. Ik heb kaas. Een mier. Ik heb tosties. Ik heb toosjes met kaas gemaakt. Nee, dat allemaal staand of zittend. Jij geeft aan dat je even wil zitten, maar je zit al 2,5 uur. Ik heb even dat lampje van je proberen te vervangen. Ja, mijn autolamp is kapot. Is niet gelukt, hè? Nee. Als we gelukt hebben, dual closing. Ja, precies. Nou, we gaan zo lekker koermappen. Ik kan mezelf nu niet zien. Ik zie het dus later pas. Maar we gaan Rara wat werk doen. Om te eten? Nee, niet om te eten. Kun je er overheen klimmen? Ja, dat kan. Ja. Waar kan je overheen klimmen? Rek. Ja! Voor buiten? Ja, voor buiten. Ja. Is die op te eten? Nee. Wat gaat het nou zijn, hè? Is op de buur op te hangen? Nee. Van de buur buitenspelen is. Paul. Ja! Ben ik een ding? Ja. Ja. Ik ben dus niet, je kan me niet eten. Nee. Niet drinken. Nee. Ik ben een ding. Ja. In huis. Nee. Buiten het huis. Buiten het huis. Hebben jullie mij buiten het huis? Ja. Ben ik een fiets? Nee. Kun je op me rijden? Ja, op je niet. Ben ik een step? Nee. Een fiets, een scooter, een auto. Ja! Echt? Een auto. Snel, woehoe! Pak de volgende. Het is al 3 uur, zondag. En wij gaan veel te veel in mijn hand. Tamar, wil je deze aanpakken? Nou, wij gaan wat eten. Zo, het is 3 uur, ik ben nog steeds niet wakker. Ik wel. Nou, ik niet. Het is donker. Nou. Kom eens. Kom eens bij. Ik ga even doen. Je moet gewoon doen alsof je een foto maakt. En ik maak er een screenshot uit. Gewoon dichtbij komen. Alsof je nu een foto maakt. Maar ik maak er een screenshot uit. En ik mag ook bij zijn. Hè? Even mag maken. Ja. Blijven. Ja. Nou, dit was dus live meekijken naar het maken van het thumbnail. Ik wacht op Sven. Sven, Nino. Moeten we niet even een beetje zo bij elkaar? Zo? Ja, nu zo. Oh, dan gaan we daarheen. Dan lukt het. Dan kan hij lekker blijven zitten zo. Ja. Kijk, dan kan ik hem zo steunen. Ja, het is echt heel suf dit. Ja, dat is wel een beetje sufig, hè. Oh, en dan sta ik er weer zo helemaal met mijn cornflakes. We gaan de vlog afsluiten. Nu niet naar dat schermpje kijken, je moet echt in de lens kijken. In de lens, ja. Okay. Wij hebben een heel leuk weekend gehad in Valkenburg. Ja. Bij Landal, hè? Voor als er nu mensen zijn die denken, oh, waar zaten jullie? Het ziet echt leuk uit. Ja. Landal, Valkenburg. En dat glowgolf was in Kerkrade. Kerkrade. Mag natuurlijk ook waar.
Mede dankzij. Iedere keer als wij en Vicky hier weg zijn, dan is het afscheid heel zwaar. nou, mochten jullie nou denken, nou, dit was echt superleuk. We hebben nog meer vakantievlogs met spijven. Dus check die vooral eventjes. Heel erg bedankt voor het kijken naar deze superleuke vakantie.